Beginnen. Dus voor vandaag hebben we twee gewichtjes nodig. Hoe zwaarder, hoe uitdagender. En een stoel. We zetten even de vingertoppen achter onze oren en gaan nu squatten. Present squat doen we dat. Dus zakken en op. Je duwt je elleboog naar de zijkant toe. Nog 3, 2 en de laatste. Oké, even links rechts draaien. Voeten mee bewegen. Indraaien. Even dribbelen op plaats. Even alles een beetje doorbloeden. Armen mee bewegen. Navel in, borst op, altijd de trotse houding, pijn te dribbelen. Nog 10 seconden. Vijf,
Benen helemaal te strekken en een diep squatpositie. 7. Dit voel je als het goed is al goed in je benen. 8. 9. En 10. Kom recht. Om die hals nog even goed wat hoger te maken voordat we gaan beginnen, is het 20 chest to back. En een chest to back is een burpee zonder sprong. En dan gaan we echt letterlijk met spieren aan de slag. Dus naar de grond toe. Bijspringen. En gewoon alleen maar recht komen zonder sprong. 20 keer. Kom maar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Op de helft. Kom op, kom op. Hartslag moet even omhoog. Lichaam moet goed warm worden. 2. 3. 4. 5. Kom op. 6. 7. 8. 9. Laatste. En 10. Oké. Drink even een slokje en dan gaan we beginnen. We beginnen met flessen. Dus pak je gewichtjes, flessen of pak hem op. Oké. Vanaf de schouders gaan we de lucht in. Goed staan, navelling. We maken het al 20 herhalingen. Gaan we, en let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oké, nu gaan we ze strekken. De lucht in. En langzaam laten zakken tot schouderhoogte. Langzaam, 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 langzaam. Hou tegen, hou tegen, hou tegen. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1. Langzaam op. Op. Heel langzaam. Rustig, 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 rustig. Oké, en we laten zakken. Langzaam laten zakken. Hou tegen, hou tegen, hou tegen, hou tegen. Kijk eens de schouderhoogte. Dan 5, 4, hou vast. 3, 2, 1. En weer op. Omhoog, kom op. 3, 2, 1. En laten zakken. 5, 4, 3, 2, 1. Hou vast, hou vast. 4, 3, 2, 1. En op. 5, 4, 3, 2, 1 en even los. Rol je schouders los. Oeh, als je een lekker zwaar gewicht hebt, dan heb je deze al goed gevoeld. We gaan naar biceps curl, waarin we eerst 10 herhalingen normale biceps curls doen. Dus ook indraaien. En dan halverwege gaan we 20 pulsen maken. Dan weer 10 keer indraaien, 20 pulsen maken, 3 rondjes. Oké, gaan we. En op en indraaien. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halverwege pulsen. 1, 2, alleen vanuit die bovenarmen, hè? Niet je hele armen bewegen. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Hele bewegingen. En op. 1,
Twee is bovenin draaien in. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. En tien. Tot halverwege. 20 pulsen. En je trekt vanuit je biceps. Je voelt meteen wanneer je biceps pakt of wanneer je armen meebewegen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hele bewegingen. En op. 2, 3. 4, 5, naar blind, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pulsen, 1, 2, 3, 4, 5, kom op, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oké, zet even neer. Schiet je armen even los. We gaan naar de triceps. En de triceps gaan we drie verschillende oefeningen doen. En we doen zowel rechts eerst, daarna ook de linkerkant. Alle oefeningen die we gaan doen, doen we 20 keer. We beginnen met eentje waarbij we ze allebei gebruiken. Ook samen, dus niet links-rechts, die komt zo meteen. En we mogen naar voren toe. En dan gaan we helemaal strekken en naar beneden. Vervolgens zetten we één knietje naar voren, rechter. En dan doen we met linkerhand eerst omhoog, strekken, terug. Dus we gaan niet naar beneden zoals de vorige keer. Doen we vervolgens ook andere kant. Dan zetten we de gewichten op de grond. En doen we dips ook 20 keer. Je kunt kiezen om dichtbij je voet te zetten, dat is wat makkelijker. En hoe meer je benen gestrekt zijn, hoe moeilijker. Oké, dat bordje maken we twee keer. Dus pak twee gewichtjes op. 20 keer, eventueel de voeten uit elkaar, voor je rug, navelen. Al die strekken naar boven. Gaan we in 3, 2, 1. En starten, laten zakken. En op. Je ziet je ellebogen in je ooghoeken. Ze wijzen naar binnen toe. Je strekt helemaal uit. De beweging komt vanuit je elleboog. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, helemaal strekken. 6, 7, 8, 9, 20. We gaan naar de grond toe, rechterbeen naar voren, linkerknie naar achteren. Je pakt één gewicht op. Elleboog, rechter elleboog omhoog op je knie. Je trekt linker elleboog omhoog. Strekt en terug. En strekt en terug. 2, 3, 4. Beweeg je kop vanuit je elleboog. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Op de helft. 1. 2, kom op, blijf trekken uit die triceps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 20. Wisselen van kant. Linkerbeen naar voren. Oké, recht terug, navel in en je trekt de rechter elleboog omhoog en strekken en terug. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alleen met je elleboog. 10 op de helft. 1, 2, 3. Kom op, dit voelen we. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 20, zet neer. We gaan naar 20 dips. Dit wordt een uitdagende. Kies je optie of de voeten, de knieën dichtbij, de benen dichtbij of benen gestrekt. In totaal 20 keer. En zakken. En op. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, auw, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 20. Oh, schudden van ons en dan beginnen we even naar voren. Maar pak allebei die gewichtjes op. Of die pakken op die flessen. Armen gestrekt. Helemaal omhoog. Benen uit elkaar. Navel in. Laten zakken. En op. En die wat er net misschien bij je niet voelde, die voel je wel. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 20. Zet eentje neer, rechtervoet naar voren, linkerknie op de grond, pak je gewichtje op. Is je elleboog goed omhoog? En strekken. Laat terug en strekken. Niet helemaal naar beneden. Alleen je elleboog gaat terug. 4. Probeer je onderarm helemaal te strekken. Elleboog blijft op zijn plaats. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Kom op, kom op. 6, er doorheen. 7, 8, 9 en 20. Andere kant. We voelen die verzuring goed, hè, jongens. Elleboog omhoog. Gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alleen je onderarm beweegt. 8, 9. 10, 11, 12, kom op, kom op, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Zet ze op de grond en hier komt het meest pittige stuk. De armen zijn al vermoeid. 20 dips. Are you ready? In 3, 2, 1 en starten. Dus zakken en op. 2, 3, 4, 5, 6. Door die verzuring heen. 7, 8, 9. Op de helft. Kom op, kom op. 11, 12, 13. Kom op. 14. Goed diep zakken. 15. 16, 17, 18, 19, laatste en 20. Oké, drink even een slokje. Even je ogen losmaken. Haha, dat hebben we gevoeld, hè. Goed, we gaan naar de borst. En bij de borst gebruiken we ook weer de twee gewichtjes. En we gaan push-ups maken. Maar we beginnen op onze rug. Dus ga maar op je rug liggen. Voeten gewoon op de grond, de knieën omhoog. Zit je rug goed naar de grond toe geduwd wordt. Je pakt je gewichtjes op. Je begint met gestrekte armen boven je gezicht. Zometeen gaan we met gestrekte armen tot net boven de grond laten zakken. En vervolgens op. Dat maken we eerst 15 herhalingen. Vervolgens gaan we 15 kleine pulsen beneden maken. En dan houden we 5 seconden vast. En dat rondje doen we 3 keer meteen achter elkaar zonder rust. Dus armen gestrekte lucht in. Gaan we. 3, 2, 1. En start de gestrekte armen tot net boven de grond en terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
10, nog 5. 1, 2, 3, 4 en 5. Naar beneden, pulsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hou die armen gestrekt. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast. 1, 2, 3, 4, 5 en op. Weer zakken helemaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 11, 12, tot net boven de grond. Hou je armen gestrekt. En de laatste 15, we gaan zakken, pulsen. 1, 2, hou ze gestrekt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hou vast. 1, 2, 3, 4, 5, omhoog, zakken, helemaal. En 1, hoor, dit voelen. 2, 3, hou je armen zo strek mogelijk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 5, kom op. 11, 12, 13, 14 en 15 en puls verdelen. 1, 2, 3. Houden ze gestrekt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast, hou vast, hou vast. 2, 3, 4, 5. Omhoog en los. We draaien ons om en gaan naar push-ups. En als je ze normaal op je tenen doet, kan het zijn dat je nu denkt, oh, volgens mij moet het op. Dus ik wil het gaan doen. Ik wil wel dat iedereen met de borst aan de grond toe gaat, dus dan liever op de knieën dan op de tenen. We maken in totaal 30 push-ups. Oké, are you ready? Gaan we. 3, 2, 1 en start helemaal naar de grond toe en duw. 1, 2, 3, 4, met je borst naar de grond. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Op 1 hebben we gehad. 1, 2. Nu begint het zwaar te worden. Kom op. 3, 4, 5, 6. Kom op, 7, 8, 9, 20. Nog 10. Kom op. En door. 1, 2, 3. 4, 5, laatste 5, 6, 7, 8, kom op, 9 en de laatste, 10, woehoe. Oh, als het goed is, heb je deze goed gevoeld in je spieren en ook bij de aanhechting. Rol even je schouders naar achteren toe. Op het verste punt eventjes vasthouden, armen gestrekt naar achteren en dan voel je de rek. Oké, rol even naar achteren. We gaan naar de benen. We beginnen met squats. We houden de gewichten of voor bij je borstbeen of op je schouders. Eén van de twee wat jij fijn vindt. We gaan squatten, maar we gaan het in stappen doen in laag tempo. We gaan 3 seconden gaan we zakken. Dan houden we 5 seconden vast en we gaan explosief omhoog. En dat doen we dan 20 keer. Hou de gewichten dus voor je of op je schouders, wat je zelf prettig vindt. Gaan we. 3, 2, 1 en starten. 3, 2, 1. Hou vast. 1, 2, 3, 4, 5 en op. Zakken.
Drie handvast. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Zakken. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. En door. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En expressief op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Goed diep. Kom maar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Expressief op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. We zijn halverwege. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Door. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Nog 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Nog 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Laatste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En op. Super. Goed. Zet ze even aan de kant. Drink even een slokje. Oké. We zijn nu helemaal klaar met de benen. We gaan... weet je ook weer? Ik kom er even niet op. Wil jij een squat doen? We zetten één voet op de stoel. Andere grote stap naar voren. En zo meteen gaan we zakken. En dan doe je op. Doen we 10 keer aan de ene kant, 10 keer aan de andere kant. 2 rondes. Oké, we beginnen met rechts naar voren. Grote stap naar voren toe. Oké, 3, 2, 1. En zakken. Zo diep als mogelijk. En op. Dat was 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nog 3. Goed diep zakken. 8. Knie naar buiten toe duwen de borsten. 9. En de laatste. En 10. Wisselen van kant. Andere voet naar voren. Oké. Navel in. En zakken. En op. 1. 2. Zo diep als mogelijk. 3. 4. 5. 6, 7, gecontroleerd. 8, 9, nog eentje.
laatste stap. 10 herhalingen. En start maar. Zakken. En op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste. En 10. Wisselen. Laatste keer. Grote stap. En dan zakken. 1. 2. 3. 4. Goed diep zakken. En duwen. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste. En 10. Oké, schud die benen los. Goed, zijn we over, of ja, uiteindelijk bij de buik gekomen. Buik gaan we goed voelen. Ga op je matje. Gewichtjes ook even die bij mij staan in de weg. Even aan de kant. Je hebt trouwens zo meteen bij de laatste oefening wel even nodig. We gaan 3 verschillende oefeningen met elkaar afwisselen. De eerste is alternating via. Je werkt je helemaal recht en je komt omhoog met 1 been en 2 armen. Vervolgens komen we recht in een plank. Ga je 1 gewichtje van links naar rechts halen. Dus we gaan in een plank staan. En je haalt je gewicht van de ene kant naar de andere kant. En dan wissel je om. Ten slotte pak je allebei de gewichten. Ga zitten. En komt recht omhoog. En laat je weer zakken. Alles doen we 30 seconden. Vervolgens hebben we 30 seconden rust. En in totaal doe dat rondje 2 keer. Goed. We beginnen dus helemaal zonder gewichten. Dus die even aan de kant. Armen gestrekt, benen gestrekt. Even kijken dat ik een goed qua tijd zit. Niet dat we te lang bezig zijn. Dat zou zonde zijn, hè? Beginnen met 10 seconden. Alternating weer. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En op. 1 been, 2 armen. Om en om. Dus je maakt je weer lang. En vervolgens kom je omhoog met 1 been. Om en om. Een ander been. En je probeert zo hoog als mogelijk te komen. Zowel met je been als met je bovenlichaam. Laatste 4. 3, 2, 1. Draai je om. In een plank. Eén gewichtje op de grond. En je haalt hem van de ene kant. Dus als die links ligt, pak je met rechts vast, trek je naar de rechterkant. En vervolgens pak je met links vast, trek je naar de linkerkant. En je blijft continu in een plank staan. Je rug is recht, je navel is in. Je maakt geen tent van jezelf. En je voelt het ook nog tegelijkertijd in je schouders, niet alleen maar in je buik. In 4, 3, 2, 1. Oké, nu pak je allebei de gewichten. Je gaat op je rug liggen. Armen gestrekt omhoog met de gewichten. En je komt helemaal recht omhoog. Op het moment dat je omhoog bent, zijn je armen ook helemaal gestrekt omhoog. Niet naar voren, maar langs je oren recht omhoog. Kom je niet met de gewichten helemaal recht, dan doe je deze zonder gewichten. Probeer met je bovenlichaam en je hoofd helemaal door je armen heen te gaan. En rust. Oké, gewichtjes even aan de kant. Dit rondje doen we nog 1 keer. Beginnen met alternating weer. In 15 seconden. Ik gun jullie even rust. Even op aankomen. Jullie weten wat gaat komen. We beginnen met alternating weer. In 7, 6, 5. 4, helemaal gestrekt. En start maar. 1 been en 2 armen de lucht in.
Kom op, trek uit die buikspieren. Twee armen, één been. Zo hoog als mogelijk de lucht in. In 3, 2, 1, draai om. Plank. Eén gewicht op de grond. En in dat plankje trek je het gewicht van de ene kant naar de andere kant. Navel is in. Probeer je heupen zo recht als mogelijk te houden. 3, 2, 1, draai je om. Laatste 30 seconden. Die tweede lift in. En je komt helemaal recht en we laten zakken. Kom op. Laatste 30 seconden. Trek uit die buikspieren. Kom op. Helemaal recht komen. Armen gestrekt boven je hoofd. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Goed. We gaan lekker rekken strekken. Link in je stokje. En zet het erop. Oké, liggen. Rechterbeen naar je toe trekken. En wissel. Linkerbeen naar je toe trekken. Draai je om op je buik. Handen schouderhoogte, schouderbreedte. En je duwt jezelf omhoog. Voel de buik rekken. Licht druk in je onderrug. Laten zakken. En weer omhoog. Billen gaan naar achteren, over je armen heen. Duw je armen richting de grond. Dit voel je ook rondom je oksels en je schouders. Ga even op je buik liggen. Linkerarm gestrekt naar de linkerkant. En je draait naar rechts, waardoor je dus over je linkerschouder heen gaat. En draai zo ver als mogelijk door, dan voel je de rek in je schouder. Hou even vast. Oké, terug naar het midden toe. Nu je rechterarm strekken en doordraaien. Andere kant op, zoveel als mogelijk doordraaien. En dan voel je het goed rondom je schouders, je oksels, aanhechting van de borstspier. Die mag je goed voelen. Oké, terug naar het midden. Kom eventjes op je knieën zitten. Eén arm voorlangs, kijk om jezelf schouder heen. Diezelfde arm gaat nu naar achteren, triceps rek. Zo ver als mogelijk naar achteren toe duwen. En wissel. Andere arm, kijk op je schouder heen. En elleboog naar achteren toe.
Armen van voren naar achteren toe. En vooral op het achterste punt proberen zo ver als mogelijk te rekken. Voel die rek rond je schouders. Ga nu op het verste punt even vast. Armen komen meer naar voren toe. Duimen richten omhoog. En nu draai je je duimen naar achteren toe. Zo ver als mogelijk. En je voelt nu de rek meer richting je bicep. Oh, ik heb het niet. Rol los je schouders. Kom recht staan. Trek één enkel naar je toe. Eventueel ijzer vasthouden. En wisselen. Voet op de grond, links, rechts draaien, voor je onderrug. Voeten mee bewegen. Voeten naast elkaar, kijk hoe ver je komt vandaag, helemaal naar beneden. Voel direct aan de achterkant van je benen. We gaan één keer doen naar een diepe ademhaling. Dus we ademen in, we maken ons lang. Adem vasthouden, helemaal uitrekken op je tenen. En los. Doe nog een keertje in. Adem vasthouden, helemaal uitrekken op je tenen. En los. Joehoe. Super gedaan, mensen. Klasse. Nou, het kan zijn dat je de komende dagen wel gaat voelen. Vooral deze hebben we echt heel erg goed getraind. Achterkant, armen, maar de rest, het hele lichaam natuurlijk ook. Ik hoop dat je het spelen leuk vond. En voor de rest nog een hele fijne avond. Ook als je terugkijkt. En tot de volgende keer. Doei! Doei!